is het jullie te moede vandaag? Nou, heel erg moeilijk. Kun je wel zien, hè? De mensen missen ons, maar wij missen de mensen ook. Hoe lang is de dansschool Veenstra hier nu al? Nou, vanaf de eerste dansles van vader, 1937, dus 80 en een half jaar. Dansschool Veenstra. 80 jaar een begrip in Almelo en ver daarbuiten. Gaat vandaag voor de laatste danspassen sluiten. Ja. Toen was geluk nog heel gewoon. Menig verliefd danskoppel hield men hier in toon. Je wil veel liefde zien opbloeien hier, hè? Oh ja, ja, ja. En getrouwd, oma en opa. De kleinkinderen hebben er alweer van gehad. Dus ja, we geven zelf al 50 jaar dansles. Dus in al die jaren heb je zoveel meegemaakt. Ja. Hij heeft het aan u te danken, hè? Hij heeft aan mij te danken, ja. Ja. Vertel eens, hoe is dat gegaan? Nou, hij kwam op dansles 6 weken te laat. En dan werd er altijd naar boven geroepen van Sjane, we hebben weer iemand die moet nog beginnen. Nou, dan was ik altijd de klos, want dan moest ik meedansen. En dat was met Johan. Hoe was het vanavond eigenlijk? Want jullie zeiden, oh, het is gewoon dansen tot 10:30. Ja, je weet niet wie er komt en hoeveel of er komen, maar ja, grandioos. Al die mensen die 20, 30 jaar geleden hier dansles hebben gehad, wedstrijddansers, gewone leerlingen. Ja, fantastisch. Nou, ik ben er vanaf thuis. In Adorp gaat het ook goed. Nou, gaat in Adorp lukken, want we kennen bijna iedereen in Adorp. Dus vanavond zijn er ook heel veel Adorpers hier, dus dat komt helemaal goed. Nee, dat komt wel goed. Ja, ja. Heel veel gelukkige jaren nog samen. Dankjewel. Dankjewel.